Otaku Gamers, Lars hier! Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Sapphire, hier op Faku Games. En jongens, de vorige aflevering wil ik het liefst zo snel mogelijk vergeten. We zijn namelijk 2 keer in elkaar geslagen door een meisje. En dat wil ik natuurlijk niet dat dat nog een keertje gebeurt. Daarom zijn we heel druk bezig met het trainen van onze Pokémon, zodat we wat sterker worden. We hebben besloten om deze route te gaan volgen, want op deze route, zoals je kan zien, staan nog een paar trainers die we natuurlijk goed kunnen gebruiken voor de experience. Dus hey, dude, wat heb jij gedronken? Deze gozer heeft sowieso Red Bull zitten zuipen. Wat is er met jou aan de hand, man? Oh, zijn vislijn zit in de bar. Ja, nee, dat snap ik dat je daar heel vervelend van wordt. Snap ik. Helemaal geen probleem. Sla ik je in elkaar, hoef je ook niet meer te vissen. Ja, vislijn zit helemaal niet in de bar. Wat wil je nou, man? Fisherman Andrew. Heeft een Fisherman Andrew. Als je dan toch gaat vissen, ga dan niet op Magikarp vissen. Magikarp zijn de meest nutteloze Pokémon van allemaal. Behalve dan mijn Pokémon die ik vorige keer in mijn team had. Die waren ook vrij nutteloos, maar goed. Tentacool, juist, hè. Nog steeds niet een hele sterke Pokémon, maar het is een heel stuk beter. En ze zijn super effectief zwak tegen mijn Psychic aanvallen. Dat is altijd een grote bonus. Dat vind ik fijn, als mijn... Dit vind ik niet fijn. Mijn Pokémon Confusion, hoe durf je? Zelf een Confusion op je bakkers, hier. Hoe voel je ook als hoe het is? Moet toch op positief blijven denken. Jongens, als ik mijn Pokémon maar goed genoeg train, kunnen we Mai vandaag vanzelf wel verslaan. Trouwens, als het ons lukt om vandaag Mai te verslaan, knallen jullie even een like op deze video. Laten we het afspreken met elkaar. There we go, level 17. Weer een Magikarp. Vang dan een tweede Tentacruel, als je dan toch per se een extra Pokémon wil hebben. Splash, echt de meest nutteloze aanval van allemaal. Dus nog nuttelozer dan Teleport, wat we de vorige keer geleerd hebben. Al was het eigenlijk best wel handig om terug te komen naar het Pokémon Center. Scheelt mij weer lopen. Lopen is natuurlijk ook niet heel spannend in deze spelletjes, hè. Het gaat om epische gevechten tussen Ralts en Magikarp, die zichzelf nou in elkaar mapt. Goed zo, Magikarp. Hoe slaat een Magikarp zichzelf eigenlijk? Hij heeft niet eens een hand. Misschien met zijn staart, dat hij met zichzelf met zijn staart in zijn bakkers mapt. En nou is hij nog bozer. Mooi, ik was de vorige keer ook flink chagrijnig. Voel je ook eens hoe het is. Hey dude! Als je die zee vanaf hier oversteekt, kom je uit naar Oldale Town. Oh, dat is handig. Ik heb alleen geen enkele Pokémon die kan zwemmen. Dat is een beetje balen. Ik kan er wel in het water gooien, mijn Pokémon, maar sowieso dat ze doodgaan. Laten we nog eventjes teleporten naar het Pokémon Center. En dan gaan we onszelf healen. En dan gaan we gewoon nog een keer proberen om Mai te verslaan. Het moet toch een keertje lukken, zou je zeggen. Oh, daar was trouwens het Pokémon Center. Niet in de Pokémon Mart, Pokémon Center. Komt u maar. Padam, pam, pam. Want hij is nu level 17. Dat is maar 1 leveltje onder Shroomish, dus hij zou hem moeten kunnen hebben. Zou je toch zeggen? Hebben we niet trouwens ook nog een TM of zo die we. Nee, niet nog een keertje. Ultieme Pokémon-irritatie. 2 keer per ongeluk op A drukken bij het Pokémon Center. Hebben we niet nog een andere Pokémon-aanval die we goed kunnen gebruiken of zo? Thief Steel Wing? Nee, eigenlijk hebben we niks. We hebben eerst een sterke aanval tegen Shroomish. Als we nou Vlammenwerper hadden of zo. Of Kernbom. Dat zou wel een hele toffe aanval zijn. Kernbom op de Shroomish. Dat beest probeert ons constant te vergiftigen. Dat is niet tof. Hup, hup, komt u maar. Oh, weer dat oude wijf. Ga nou aan de kant, bitch. Ik heb hele belangrijke dingen te doen. Dat wil ik zeggen. Nee, Plusol, ga weg. Ik ga niet weer met jou lopen vechten, want jij verlamt bij je. Dan kan ik Pokémon niet aanvallen. Ga weg. Can't escape. Weegbeentjes je Thunder Wave doet. Can't escape. Waarom kan je niet ontsnappen bij een flipping Plusol? Got away safety, terwijl die half in elkaar gemapt is. Ik ga... Niet weer heen, hè. Een Electrike. Nou, oké, okay, vooruit. Go, Ralts. Kill the motherfucker. Die is op zich wel makkelijk te pakken. Electrike. Ik wist niet dat Plusle en Minun zoveel verdediging hadden, jongens. Dan hadden dat het hele zwakke Pokémon waren. Blijkt ze er eigenlijk heel stuk sterker te zijn dan ik al die tijd gedacht heb. Zo zie je maar. Je moet een Pokémon niet op zijn uiterlijk beoordelen. Een Pokémon is sterk van binnen. Och, meid. Nou, there we go. Back. Moet onszelf even healen, met de laatste potion die ik heb. En laat me herinneren jongens, als we in de volgende stad aankomen, moet ik Pokémon potions kopen. Hey mei, daar zijn we weer voor de 3e keer. En ja, ik weet het, long time no see, nou ik was er gisteren nog een mens. How about a little battle? En ik weet dus niet wat voor Pokémon ze nog naar die Marstomp heeft, ik heb geen idee. Ze heeft er nog één namelijk. Dus als we het al voor elkaar krijgen om Marstomp te killen... Is het misschien niet een goed idee om Combusken deze Pokémon af te laten maken? Dan heb ik nu dus al gewoon weer een beurt verneukt. Lekker bezig, Faco. Hij gaat goed.
Maar nou is Shroomish lekker bezig. Come on, niet paralyzed. Ember. Leech Seed. Hou je zaad in je, Shroomish. Ik hoef je zaad niet op mijn Pokémon te hebben. Gadverdamme. Nou wordt hij dus automatisch leeggetrokken. Klinkt trouwens ook super kinky. Een heel stuk interessanter dan het eigenlijk is. Critical hit, niet paralyzed. Goed zo. Super mooi. Super effective. Dan trekken we nu Combusken terug. Voor Ralts. Of nee, niet voor Ralts. Voor Zigzagoon. Die trouwens een item heeft. Hey, Zigzagoon's pick-up heeft gewerkt. Zigzagoon heeft een item. Maar wat voor item? Level 20. Oh man, kom op. We kunnen dit. Waar zijn mijn Paralyze Heals? Daar, nog drie. Combusken, come on. Nutshot. Misschien dat we het voor elkaar kunnen krijgen. Nee. Ik dacht misschien om zijn verdediging één verdiepingje lager te krijgen of zo, maar uiteraard niet. Go, Ralts. Doe iets van schade. Het hoeft niet veel te zijn als het maar iets is. Confusion. Mist. Dit is onze kans. Kom op, Ralts. Zijn aanval heeft gemist. Water Gun. Dat is ook niet de meest sterke aanval. Doe nog maar een Water Gun. Dat zou zeer gewaardeerd worden, Marstomp. Critical hit. Mudshot. Oké, dat is het einde van Ralts. Maar we moeten uitkijken dat we Marstomp niet onder 1/3 HP krijgen. Want dan kickt zijn ability in. Torrent. En Torrent zorgt ervoor dat zijn aanvallen, ik geloof, 1,5 keer verdubbeld worden. Double kick voor Combusken. Critical hit, kom op. No. No. Dat was een torrent. Oh, kom op. Dit gaat hem echt niet worden. We worden weer afgedroogd. Weer door dat mens. Omdat ik hem eens de torrent heb gekregen, daar moet ik zo mee uitkijken. Wat voor ongelofelijke zwakke Pokémon-trainer ben ik. Iedereen die lacht me nou echt keihard uit in de comments. Jongens, doe dat maar eens eventjes. Typ maar eens eventjes in de comments. Hashtag HHVakunov wordt 3 keer verslagen door een meisje. Vind ik het verdiend heb. Ik vind echt dat... Maar we gaan het nog een keer proberen. We gaan het deze keer weer anders doen. Want ik heb nu in het begin natuurlijk een aanval verneukt. Omdat ik Ralts vooraan gezet heb in plaats van Combusken. Als we Combusken vooraan zetten, dan scheelt dat op zijn minst een beurt. En in die beurt kunnen we misschien iets nuttigs doen. I don't know. Ik heb echt geen tactiek meer. Het enige wat ik zou kunnen doen is mijn Pokémon sterker maken. Maar ik heb ook geen zin om in deze serie 25 dagen in dit gras rond te lopen om mijn Pokémon sterker te maken. Dat kan ook niet aan wat de bedoeling zijn volgens mij. Go Electrike. Of Combusken. Drap die Electrike in de bakkes. Want deze Pokémon zijn wel in één keer dood. Witch is positief. Pokémon die snel doodgaan, daar hou ik van. Vooral als de tegenstander ze heeft en ik niet. Nou, daar gaan we weer. Hey, mee! Lange tijd niet gezien. Ik was er 5 minuten geleden nog, maar dat is er nu alweer vergeten. Misschien dat Mai ondertussen ook Alzheimer heeft ontwikkeld. Net als ik. Come on! Als we hier doorheen zijn, maar we moeten hier nog een Pokémon. Oh, kom op. Ember! Super effective! Als dit mist de eerste... Combusken paralyzed. Ik ga hem terugtrekken. Voor Zigzagoon. Oh, ik had die item... Oh, ik ben echt een Pokémon trainer voor Likmevestje. Ik had dat item van Zigzagoon moeten afpakken. Tas. Paralyze heal. Op Combusken. Want die moet zodra hij in het gevecht komt, meteen kunnen aanvallen. Zigzagoon. Doe een headbutt. Ik ga niet vertellen dat Zigzagoon zo meteen deze Pokémon... Zigzagoon valt goed in slaap. Zigzagoon. Word wakker, nutteloos beest dat je bent. Hij is gewoon in slaap gevallen. Fuck jou, Zigzagoon. Echt, nou gaat hij ook nog eens een keertje geheeld worden. Zolang Zigzagoon slaapt, gaat Shroomish zichzelf healen. Oh man. Doet hij ook nog Mega Drain? Uiteraard. Tuurlijk doet hij Mega Drain. Please, vermoord mijn Zigzagoon. Ik vind dat hij het verdiend heeft. Ook nou, die HP er nog bij. Nou, dan zijn we zo meteen weer helemaal bij het begin. En ik heb een Pokémon minder. Kill it. Hop, bam. Op je bakkes. Nou, vooruit. Gelukkig kan Combusken deze Pokémon wel in één keer aan nu.
En dan zou het fijn zijn dat we zometeen weer eens een keer een critical hit op die andere nutteloze Pokémon krijgen. Gokumbusken. Ember. Dat was Shroomish. Kunnen we Combusken niet naar level 21 krijgen of zo? Dat zou ook wel heel mooi zijn. Nou, daar is hij weer. Marstomp. Ik krijg echt nachtmerries van het beest. We moeten een sterke... Nee, niet Ember! Nee, 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 nee! Oh, kom op! Nee! Oh, kom op! Dit was echt een zo ontierlijk domme fout. Ja, echt verdiend. Ik verdien hem deze keer gewoon. Ik verdien gewoon om deze te verliezen. Ik had een double kick moeten doen. Dan had ik het op zijn minst om elkaar kunnen krijgen om er een keertje te pakken. Confusion. Ik verdien het gewoon. Kan ik niet opgeven, deze Pokémon? Ik geef dit gevecht op. Maar je hebt gewonnen. Run. Kom op. Ik mag niet wegrennen. Kom op dan. Het moet het zo. Ja, ik weet het dat het niet mag. Kom op. Aaron. Wordt ook maar vermoord. Dan nog een kansje. Een misklik. Vier keer gefaald. Maar vijf keer is scheepsrecht. Dat is een heel bekend Chinees spreekwoord. Heel veel mensen weten dat niet, maar dat is echt zo. Zoals de oude Chinezen zeggen. Hij die vijf keer probeert een trainer te vermoorden, zal de zevende keer pas slagen. Ik moet heel voorzichtig houden. Ik ga niet weer aangevallen worden. Welke Pokémon staat er ook alweer als eerste? Combusken. Oké, dat is goed. Laten we anders twee Pokémon erbij doen. Dan is Combusken level 21. En dan heeft hij net even wat meer avondskracht. Double kick. Misschien dat ene puntje dan net het verschil gaat maken. Of zoals zo een Mulan zouden zeggen. Eén korreltje rijst maakt al verschil. Eén soldaat kan het verschil maken tussen winst en verlies. Combusken, als je dan toch een avond wil leren. Niet Sand Attack. Please. Zandaanval, doe dat niet. Leer Hyper Destroyer. Kill alle Pokémon of zo. Dat is een nuttige aanval. Niet dit. Zandaanval, dat is toch een aanval die ik gebruik? How about a little battle? Bah, 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 bah. Maar als Medus al zo sterk is. Hoe sterk is de gymleader dan wel niet? Want we komen zo meteen in een stadje en daar is een elektrische gymleader. Nou ben ik daar al een heel stuk sterker tegen dan tegen Marston. Maar jongens, welke. Critical hit! Eindelijk! Hehe. Kunnen jullie eens eventjes uitzoeken, jongens? Welke Pokémon ik goed zou kunnen inzetten tegen Marstomp? Welke Pokémon zou ik goed kunnen vangen? Een beetje hier in de omgeving. Die sterk is tegen Marstomp. Laat dat maar eens eventjes achter. In de reacties. Dan ga ik het op deze manier proberen. Confusion. Bite. Oeh, dat is een goeie. Daar ga ik eens eventjes nuttig voor zijn. Dubbelteam. Misschien dat hij mist. Ik ga nu niet aanvallen. Want hij doet alle aanvallen dubbel zo sterk terug. Dus misschien dat ik het voor elkaar kan krijgen dat hij me mist. Nee dus. Maar het is niet voldoende om mij in één keer te killen. Dus als hij nou weer bite doet. Dan heb ik nog een kansje. Mudshot. Oeh, en natuurlijk raak hij me. Als een andere tegenstander Pokémon is dat doen. Ik zou hem 25 keer achter elkaar missen. Maar bij mij uiteraard niet. Ik heb weer vergeten wat Zigzagoon is als item heeft. Ik ben het weer vergeten. Gokumbusken. En deze keer niet op... Double kick. Als dit een critical hit is. Gokumbusken Speedfell. Pokémon. Electrike. Dan hebben we misschien een beurtje om hem te healen. We hebben een beurt om hem te healen, heel goed. Go Combusken. Alle energie er weer bij. En zijn snelheid is natuurlijk weer verhoogd. Dus dan moet ik de volgende beurt. Kan ik dan een double kick doen? Tenzij mee besluit dat eventjes een potion gebruiken weer heel tof zou zijn. Als ze dat doet, dan verzuip ik er in het water hier. Double kick!
Hey, sterf maar, Stomp! Met een gezwel aan je linkerkontkant. He he. Welke Pokémon? Nummel. Kan ik hebben. Nummel kan ik hebben. Is een vuur-Pokémon. Nummel. Double kick. Tenzij hij een grondaanval kan. Tackle. Haha, nee, mist ook nog. Het is gelukt. Eindelijk. He he. Dan hebben we 3 afleveringen over gedaan. Het is gelukt. Ja, yeah, goed gedaan, Kubusken. Je bent beter dan ik me had voorgesteld. Nou, inderdaad, mee. Ja, dat ben ik goed. Man. Jongens, knallen jullie even like omdat ik zo ontzettend goed ben. Je bent zo druk bezig geweest met je training. Ik denk dat je een beloning verdient. Eindelijk. Gelukkig zeg. Dat is een item finder. Ja, mooi man. Ik denk dat je heel veel harder moet trainen voor de volgende keer. Nog harder. Oh, come on. Dag mee. Ik hoop dat ik je nooit meer zie. We gaan door. Weet je wat we doen? We gaan een repel inzetten. Ik wil naar de volgende stad komen in deze aflevering. Want ik wil iets nuttigs gedaan hebben vandaag. Hoppa. Oh, hey. Heb jij niet toevallig een Magnemite? Voor mij heeft deze gozer elektrische Pokémon. Not helemaal zeker. Heb je een Magnemite? Een Lombre? Nee, ik heb het helemaal fout. Ik moet gewoon mijn bakken zouden. Ik heb helemaal geen verstand van deze Pokémon game. Double kick. Is een water Pokémon, dus hij moet heel snel dood. Als het even kan. Jokenbasken. Hoppa. Nuzleaf. Oh, die kan ik aan. Dat is een gras dark type volgens mij. Dus Ember op je muil. Hier. Sterf, Nuzleaf. Zo zie ik mijn Pokémon nog graag. Dood. Heel erg dood. Lekker snel dood. Hij wil zijn verzameling afmaken. Nou, dan zou ik toch meer dan 2 Pokémon gaan meenemen, dude. Als je dat voor elkaar zou willen krijgen. Hey, een Psychic. Ik heb je intenties gezien. Ik kan niet verliezen. Oh, nou, dat dacht ik ook tegen mee. Een paar dagen geleden. Liep ook niet zo goed af, Psychic, Edward. Abra. Een Psychic type tegen mijn vechttype. Oké. Okay. Ember. Hidden Power. Zou wel gevaarlijk doen. Critical Hit. Nou, als dat een Critical Hit is, dan is die Power wel heel erg hidden. Lekker bezig, Abra. Hoppa. Dat was Psychic Edward. Rampapam. Nee, de voorspelling is niet uitgekomen, hè. Net zoals die voorspellingen van al die omaatjes die hadden... Er ligt hier een item? Waarom weet ik dat soort dingen nog wel? Echt zeer nutteloos, dit soort kennis. Net zoals al die dametjes die hadden op televisie ziet. Op RTL 7 en alles. Zo van, ik voorspel uw... Oh, hier. Ik voorspel uw toekomst. SMS nu. Toekomst. Naar 6969. En dan krijg je een persoonlijk bericht terug van de mediums. Ja, en niet van de computer hoor. Echt niet. Je krijgt niet een automatisch berichtje terug. Nee. Er zit echt een medium. Die gaat jou dan terug sms'en. Tuurlijk. Nana berries. Kan ik daar zelfmoord mee plegen? Dat zou zeer gewaardeerd worden. Nada berries. Pokeblock ingredients. Of we hebben er geen ene reet aan. Maar we zijn wel in de volgende stad. We zijn in Morphile City aangekomen. Oeh, hier een item. Geef me item. Item. Een X-Speed. Je krijgt rechtstreeks in je aderen spuiten. X-Speed. Lekker man. Lekker snel. Geef mij een heal ding. Dan gaan we heel snel healen. En dan gaan we onszelf voorbereiden, jongens. Op het gevecht met de derde gymleader. Ik denk persoonlijk dat het gevecht met de derde gymleader niet zo heel moeilijk zou moeten zijn. Aangezien het een elektrisch gym is. Maar onze Pokémon zijn natuurlijk wel veel zwakker. Dus ik denk dat het ook wel slim is. Om Aron de komende tijd extra te gaan sterk maken. En ik wil eindelijk weten wat Zigzagoon voor item heeft. Wat voor item heb jij? Nee, niet geef. Pak af. Super Potion. Hey, Zigzagoon nuttig bezig. Vaku Gamers, wij gaan morgen hard trainen met Aron, zodat we misschien een grond- of een steenaanval kunnen leren en wij de elektrische gym makkelijk kunnen pakken. Laat ook zeker eventjes in de reacties achter welke Pokémon ik goed zou kunnen gebruiken tegen Marstomp, want zoals we het de afgelopen paar dagen hebben gehad, wil ik gewoon niet nog een keer dat het gaat gebeuren. Knal ook zeker eventjes die like op deze video als je dat nog niet gedaan hebt en ik hoop jullie weer terug te zien. Morgen bij de volgende aflevering van Pokémon Sapphire hier op Vaku Games. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot morgen. Mazzel!